doch een beetje rustig om met vuurwerk. Dat vreeg het hospice De Kiemen in Snits aan omwenners. In het hospice lees op dit stuit vrouwen mensen die het niet lang meer te libben hebben, dus die hebben graag wat rest. Maar dat is lastig in deze tijd. Ja, het kan wel, maar ook weer niet. Nou, het kan eigenlijk niet voor de mensen die hier liggen, maar het kan ook wel weer een beetje wel. Voor de, gewoon van die rotjes. Maar die tunderkings zijn wel iets te hard. Het nadeel is dat we naast een speelveldje zitten waar veel vuurwerk wordt afgestoken. Het is onrustig voor de mensen en het zijn geen vuurpijlen, want het is zwaar vuurwerk. En ze kunnen niet slapen, ze kunnen eigenlijk niks. En ze moeten toch de avond door. Het hospice hier bij de gemeente Zuidwest-Friesland een aanvraag dienen voor een vuurwerkvrije zone. Maar nevens de gemeente is dat net te handhaven. Dus zoenen alle mensen een brief thuis krijgen met de vraag of ze om het hospice tinken willen. Maar het doet blijken dat de mensen geen brief kregen hebben. Heb ik een brief thuis gekregen over het vuurwerk hier? Nou, net dat ik weet. Nee, ik heb geen brief gehad. Niet dat ik weet. Van het hospice? Nee, net dat ik weet. Of het moet nou nog tussen de reclame zitten, maar nee, dat heb ik nog net gezien. Maar de omwenners begrepen de zorgen van het hospice wel. Denken de meesten er ook van wel om? Ik zonder die brief. Er zijn ook zieke mensen, hè? Die liggen als laatste, dus daar heb ik sowieso heel veel begrip voor. Ja, dat is een beetje sneu. Hey, want er zijn vanzelf hele zieke meesten. Dat snap ik. Nou, ik denk dat wij het achterhuis, denk ik, doen. Dus je denkt er wel echt om? Jawel, en anders is het. Maar hier valt best wel mee, hoor, qua vuurwerk wat hier wordt afgestoken.